Wij hebben 16 jaar geleden gekozen om in de Hazenkamp te gaan wonen, omdat het centraal gelegen is, ruim van opzet en omdat het een groene wijk is. Mijn naam is Marjan van Heerde, ik ben makelaar bij Koolmeijer Makelaars in Nijmegen. De Sint-Anna-Molen is een typisch Hollandse entree van de wijk de Hazenkamp. In de wijk zijn veel jaren 30 woningen en daarom is de wijk ook erg in trek bij jonge gezinnen. Er zijn veel lagere scholen, er is een speciale school voor kinderen met gehoorproblemen en er is zelfs een middelbare school. In de wijk zijn veel rustige straten waar kinderen lekker kunnen buiten spelen. Een leuk buurtinitiatief is het Hindenveldje. Je voelt je in de natuur en kinderen kunnen daar heerlijk spelen met zand en met water. We hebben ook twee leuke restaurantjes in de wijk. Jan Klaassen zit al wat langer en sinds kort hebben we ook restaurant Helden. Dus je kan dichtbij lekker en gezellig uit eten. Ja, het Goffertpark is natuurlijk uniek. Het is aan de rand van de wijk gelegen. Het is ruim, het is groen. Ik nodig kinderen uit om te gaan voetballen. Mensen gaan daar een wandelingetje maken. Wat grenst aan het Goffertpark is de kinderboerderij. We hebben een prachtig openluchttheater en het NEC-stadion. In de zomers hebben we veel concerten. Wat misschien een leuk weetje is, is dat veel mensen die in de wijk wonen werkzaam zijn bij het Radboud Ziekenhuis of de Radboud Universiteit. Dat is dichtbij, dus daarom is de wijk ook natuurlijk zo prettig, want je kan dicht bij je werk wonen, maar ook dicht bij de stad. De wijk De Hazenkamp is voor mij de ideale wijk om in te wonen. Wil je er meer over weten? Bel of mail me.